Gaan jullie hier waarbij we zien dat de wagen van Taki Inoue vlam gevat heeft. De Footwork Hard. Inoue die daar in de vlammen zit, maar dan snel eruit springt. Ziet dat het brandweermateriaal goed zijn werk doet. Even schrikken geblazen natuurlijk. Waarschijnlijk een benzineleiding of iets dergelijks die losgesprongen is. Prachtig ook om te zien dat de brandweer daar snel ter plekke is. Jongens die toch de hele dag hier langs de baan moeten staan om juist op dat ene momentje er weer goed bij te zijn. Maar dat ging wat dat betreft hier voor deze jongen echt helemaal top. Voor Inoue was het natuurlijk jammer, want het bedenkt voor hem wel einde wedstrijd.